Welkom bij het Spaarne Gasthuis. Het Spaarne Gasthuis kent 4 locaties. Hoofddorp, Heemstede, Haarlem-Zuid en Haarlem-Noord. Vandaag nemen we u mee naar de afdeling radiologie. Op de afdeling radiologie kunt u terecht voor verschillende beeldvormende onderzoeken. Hieronder vallen röntgenfoto's, echografie, mammografie, CT en MRI-scan. Dus vooral de harde delen, zoals botten, kunnen we heel goed zien op een foto. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de hersenen, die uit zacht weefsel bestaan, dan hebben we aan de foto helemaal niets. MRI heeft bij heel veel indicaties toch de voorkeur, omdat de MRI een heel mooi contrast geeft van verschillende soorten weefsels die heel erg op elkaar lijken qua structuur. Dus op de CT lijken ze hetzelfde, maar op de MRI hebben we net meer contrast en kunnen we de verschillende weefsels onderscheiden en kunnen we dus nog meer zien. Wanneer u voor een MRI-onderzoek komt, meldt u zich altijd eerst bij de balie met de verwijzing van uw arts en uw inschrijvingsbewijs van het ziekenhuis. Als u deze nog niet heeft, kunt u hiervoor bij onze inschrijfbalie terecht. De baliemedewerker meldt u aan bij de MRI en u kunt plaatsnemen in de wachtkamer, waar u voor uw onderzoek wordt opgehaald door de laborant. Met uw arts is voor het plannen van de afspraak de zogenaamde contra-indicatielijst doorgenomen. In deze lijst staan een aantal zaken die van belang zijn om te weten of u wel in de MRI-scanner mag plaatsnemen. Zoals een pacemaker, clips in het hoofd, een insulinepomp of claustrofobie. Deze lijst levert u voor uw onderzoek ook in bij de laborant, zodat ook hier nog eens gecheckt wordt of u wel in de scanner plaats kan nemen. Soms is het nodig om voorafgaand aan de scan een röntgenfoto van uw hoofd te maken. Dit om zeker te weten of er geen metaalsplinters in uw oog zitten, als u bijvoorbeeld metaalwerker bent. Zijn er geen bezwaren, dan kunt u gescand worden. Nu is het nog van belang dat u geen te magnetiseren objecten meeneemt de scanruimte in. Hiermee bedoelen we onder andere metaal in kleding, sieraden, munten, gebitsprothesen, haarspelden, sleutels, maar ook gehoorapparaten, telefoons en bankpassen. U kunt deze spullen in de kleedkamer achterlaten. Het handigst is het als u kleding aandoet zonder ritsen, knopen, oogjes of glitters. Indien nodig kunt u een broek of hemd van het ziekenhuis aankrijgen. Het is inderdaad belangrijk om te weten of iemand een pacemaker heeft of een implantaat. De reden hiervoor is dat de MRI een grote magneet is. En deze magneet kan invloed hebben op de werking van een pacemaker. En de implantaat kan een verstoring geven van het beeld. Voorafgaand aan het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken en zo nodig ook uw medicatie innemen. Soms krijgt u contrastvloeistof toegediend tijdens het onderzoek. Dit middel zorgt ervoor dat verschillende weefsels beter in beeld worden gebracht. Is dit nodig, dan krijgt u hiervoor van tevoren een infuus ingebracht door de laborant. Nou, belangrijk om te weten is dat de MRI heel veel lawaai maakt. Het maakt een heel hard bonkend geluid en daarom geven we een patiënt altijd gehoorbescherming op. Het kan een koptelefoon zijn of oordopjes. En de optie bestaat om een cd mee te nemen en dan kunnen we deze cd aanzetten en dan hoort u de muziek via de koptelefoon. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat een MRI ongeveer 10 minuten tot een uur kan duren. Dus het is vrij lang en ook heel belangrijk is dat tijdens het onderzoek er niet bewogen mag worden. Elke kleine beweging is goed zichtbaar in de scan. En dat betekent dat als een patiënt bewogen heeft, dat de scan over moet. De laborant neemt u mee de ruimte in en zal het onderzoek verder toelichten. Meestal ligt u met uw voeten richting de scanner, soms met uw hoofd. Dit hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel. U gaat liggen en alles wordt klaargemaakt voor het starten van de scan. U krijgt een belletje in de hand wat u kunt indrukken als u iets wilt zeggen. Vanwege het geluid tijdens het scannen krijgt u een koptelefoon op.
het is mogelijk om hier muziek over te laten horen. Voor een optimale beeldvorming wordt er bij een scan van het hoofd een kap geplaatst. Wanneer u goed ligt, begint het onderzoek. Afhankelijk van het soort onderzoek duurt het maken van de scan 10 minuten tot 1 uur. Tussen de verschillende scans door wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. De laboranten bevinden zich tijdens het scannen buiten de scanruimte. Zij kunnen met u praten via de intercom. Wanneer het onderzoek is afgelopen en de scans zijn goed gelukt, komt de laborant weer bij u. Eventueel wordt het aangebrachte infuus verwijderd. U mag zich weer aankleden en naar huis. De beelden zullen door de radioloog worden beoordeeld en het verslag hiervan gaat naar uw behandelend arts. Deze zal de uitslag met u bespreken bij uw volgende afspraak. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. Onze medewerkers staan u graag te woord.